شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Een aantal mededelingen van tevoren. Zometeen zal Sheikh Abdullah Al-Adani, hafizahullah ta'ala, hier aankomen. Dan gaat hij verder, inshallah ta'ala. Hij wil geen lezing geven of zo. Het is gewoon misschien een kort kalima, wat vragen en zo. En morgen heeft hij in Amsterdam, volgens mij, Khutbat al-Jumu'ah in Masjid al-Islam. Rabbi, Masjid al-Umma en daarna na al-Asr. Na al-Asr tot met al-Isha. Zitten dus in Amsterdam in Masjid al-Umma. Dus ik raad je aan, als je kan, als je niet hoeft te werken of wat dan ook, je kan erbij zijn, doe het. Dat soort uiteraard gelegenheden, die moet je niet voorbij laten gaan. Anders krijg je er spijt van. En daarnaast, de les van vandaag, die zal komende weken komen te vervallen. Dus waarschijnlijk 2-3 weken, weet ik nog niet. Maar het wordt weer aangegeven wanneer we weer gaan beginnen. En nu met de biografie van Rasool sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. En het onderwerp is vandaag awwalun nasi islama. Awwalun nasi islama. Dat wil zeggen, de eerste mensen die moslim zijn geworden. Uiteraard, de bedoeling is van deze umma. Niet de eerste moslims over het algemeen. Want daarvoor waren moslims. Want alle profeten waren moslims. En alle hun volgelingen zijn moslims. Dus de eerste moslims van deze umma. Dat wil zeggen van de mensen waarnaar Rasool sallallahu alayhi wa alihi wa sallam is gezonden. Uiteraard na Rasool sallallahu alayhi wa sallam. Want hij is de eerste moslim van deze umma. Maar daarna. Hadith Afif al-Kindi radiyallahu anhu qaal: كنت امرؤا تاجرا فقدمت الحج. السلام عليكم. فأتيت العباس بن عبد المطلب لأبتاع منه بعض التجارة، وكان امرؤ تاجرا، فوالله إني لعنده بمنى، إذ خرج رجل من خباء قريب منه فنظر إلى الشمس فلما رآها مالت قام يصلي، ثم خرجت امرأة من ذلك الخباء الذي خرج ذلك الرجل منه فقامت خلفه تصلي، ثم خرج غلام حين ناهز الحلم من ذلك الخباء فقام معه يصلي. لذي حديث قال: فقلت للعباس: يا عباس ما هذا؟ قال: هذا محمد بن أخي عبد الله بن عبد المطلب. قال: قلت: من هذه المرأة؟ قال: هذه امرأته خديجة ابنة خويلد. قال: فقلت: من هذا الفتى؟ قال: هذا علي بن أبي طالب بن عمه. قال: قلت: فما هذا الذي يصنع؟ قال: يصلي وهو يزعم أنه نبي، ولم يتبعه على أمره إلا امرأته وابن عمه هذا الفتى، وهو يزعم أنه
ستفتح عليه كنوز كسرى وقيصر. قال فكان عفيف وهو ابن عم الأشعث بن قيس يقول وأسلم بعد فحسن إسلامه لو كان الله رزقني الإسلام يومئذ فأكون ثانيا مع علي بن أبي طالب. حديث حفيف الكندي رضي الله عنه in van de Sahabi. Hij zegt, ik was een handelaar. Ik was een handelaar. En ik kwam, hij was in Mekka voor de Hajj. Hij zei, en ik ging naar Al-Abbas ibn Abdul Muttalib. Al-Abbas ibn Abdul Muttalib, dat is de oom van Al-Rasool sallallahu alayhi wa sallam. En de vader van Abdullah, bekende geleerde, bekende sahabi geleerde, Abdullah ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhuma. Hij zei, ik ging naar Abbas ibn Abdul Muttalib, dus de zoon van Abdul Muttalib, om iets van hem te kopen. En, zegt hij, Abbas was ook een handelaar. Dus handelaars onder elkaar. Die kopen van elkaar. En een echte handelaar. Die weet wat hij doet. Een echte handelaar die denkt aan zijn naam. Hij denkt aan zijn naam. Zijn reputatie. Hij ligt je niet op. Maar een nephandelaar. Ja, die ligt je wel op natuurlijk. Hè, want hij denkt, als ik maar nu een slag sla. Dan. Dat is het. فوالله إني لعنده بمنى إذ خرج رجل من خباء قريب منه. Hij zei, ik was bij Al-Abbas in Minan. Minan is een plaats van Mekka naar Minan, ongeveer 7 kilometer. Dat is een plaats tussen Mekka en Muzdalifa. En in Minan natuurlijk. Daar vindt het stenen gooien plaats. In Minne. En ook het slapen in Minne. Tijdens bedevaart. Want op de eerste dag van bedevaart van Hajj. Wat is de eerste dag van Hajj? Nee, wat is de eerste dag van Hajj? De eerste dag van Hajj, dat is de achtste van de Hijja. Dan begint de Hajj. Want de Hajj is een aanbidding. En die kan je alleen maar verrichten binnen een bepaalde periode. En begint op de achtste dag van de Hijja. De Hijja komt na die Al-Qa'da. En die Al-Qa'da komt naar Shawwal. En Shawwal komt naar Ramadan. Dus we hebben Ramadan en dan komt Shawwal. En dan Dhul-Qa'da, 2 maanden. En dan komt Dhul-Hijjah. En dat zijn allemaal Ashhur al-Hajj. De maanden van Hajj. Maar Hajj begint op de 8e van Dhul-Hijjah. Dus op die dag sta je dan op, waar je ook bent in Mekka. Hè? Je staat dan op met el fajr. En daarna, als de zon is opgekomen, nou, dan is het aanbevolen om een ghusl te verrichten. En daarna treed je de aanbidding al-Hajj binnen. En dan zeg je, labbaik Allahumma hajja. Of labbaik Allahumma hajja. En daarna begin je met talbiya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik innal hajj. In alhamdulillah, wa ni'mata lak wa al-mulk la sharika lak enzovoorts. Dan ga je naar Minan. Je gaat dan naar Minan. Om daar het dhuhr op tijd te bidden. 2 raka's. Al-Asr op tijd te bidden. Ook 2 raka's. Al-Maghrib op tijd te bidden. 3 raka's. Al-Isha op tijd te bidden. 2 raka's. En daarna ga je natuurlijk slapen. Al-Witr enzovoorts. De volgende dag is dan de dag van Arafat. Nou, dan ga je naar Arafat. En dan kom je terug in de avond
naar Muzdalifa, je slaapt daar. Dus de tiende dag ben je weer terug in Mina. En eerst waar je dan mee begint, is het beste. Het is niet, zeg maar, dat het verplicht is, maar het is wel het beste. Is gooien van stenen. Op die dag alleen maar 7 stenen. Dat heet dan Rami, zeg maar, al-Aqaba al-Kubra. 7 stenen. En maar vervolgens moet je daar wel slapen. Ja? Vervolgens moet je daar wel slapen. Want de volgende dag moet je weer stenen gooien. Dan 3. Alle 3. 21 heb je dan nodig. En de volgende dag weer 21. En daarna kan je, als je wil, ga je vertrekken. Maar als je wil blijven, dat is beter. Tot de avond. Ja, dan slaap je weer. En dan de volgende dag ga je weer alle 3. Hè, met 21 stenen gooien. Dan ben je klaar en dan vertrek je. Dat is dus minnen. Dat is wat daar gebeurt. Het is een van de dus veel handelingen van Hajj vinden plaats daar. En uiteraard niet zomaar. Niet zomaar, want Allah Ta'ala heeft ons niet zomaar gevraagd om ons helemaal te ontdoen van de dunya. Het enige wat je dan hebt is twee stukken stof. Waarmee je de aura, waarmee je jezelf bedekt. Je aura bedekt. En voor de rest, je wordt helemaal ontdoen van de dunya. En waar? In die bergen. Er zit niets anders dan bergen. Niet zomaar natuurlijk, hè, want dan... Ja, dat doet je denken aan die oorsprong. Dat doet je denken ook aan de grootheid van Allah Ta'ala. Dat doet je ook denken aan terugkeer enzovoort. En daar was deze man, dus Afif al-Kindi. Al-Abbas ook, dat was de Hajj. En hij was daar ook voor Tijara. Maar in Mina, zegt hij, zag ik een man uit een tent komen. En hij, nadat de zon naar het oosten aan het bewegen was. Dat noemen wij, ja, want de zon komt, naar het westen, sorry. De zon komt uit het oosten. Vervolgens gaat ze richting westen. En op een gegeven moment staat ze midden in de hemel. Midden in de hemel. Wanneer is dat punt? Hoe herken je dat punt? Ja, maar hoe herken je dat? Iets met schaduw. Precies. Nee, daar is... Je hebt geen schaduw. Dingen hebben dan geen schaduw meer. Sta je recht. Hè? En daarna begint de zon richting westen te bewegen. Misschien zegt iemand van jullie, ja, maar die zon die beweegt toch niet? Ja. Dat is een andere zaak. Hè? Vergeet dat nou. Kijk gewoon wat we zien. He? Wat we gewoon zien. En wat gebeurt dan? Nou, dat betekent als de zon dan naar het westen begint te bewegen, dat is begintijd van Dhuhr. Van Dhuhr. Van het Dhuhr. En deze man zag een man uit een tent komen nadat de zon richting het westen aan het bewegen was. En deze man begon te bidden. Daarna, er kwam een vrouw uit diezelfde tent. En deze vrouw, die ging achter hem bidden. Vervolgens kwam een jongen die nog niet volwassen was. Hij kwam uit, ook weer uit diezelfde tent. En hij ging bidden. Met Rasool, dus naast hem. Dus Rasool zou zeggen, uiteraard deze man wist nog niet wie de man was. En wat hij zag, dat was vreemd voor hem. Want dat zag hij als eerst. Want Quraysh, de afgodendienaars enzovoort, ja, die deden dat niet op deze manier bidden. Dus wat hij zag op een gegeven moment een man uit een tent komen en die ging bidden. Daarna kwam een vrouw uit dezelfde tent. Die ging achter hem staan, ook meebidden. Vervolgens kwam een jongen uit dezelfde tent, die nog niet volwassen was. En die ging samen met de Rasulullah bidden. Dus naast hem. En waar staat dan zo iemand? Mas'ala fiqhiyya. Nee, rechts.
rechts, ja. Vanwege hadith van Abbas radiallahu ta'ala anhuma. Toen hij overnacht bij zijn tante Maimuna, de vrouw van Rasool sallam. En Rasool sallam stond op in de nacht. Hè? En Ibn Abbas stond mee op. Dus hij zag alles. En hij vertelde ons ook wat hij zag. Nadat Rasool sallam wudu had verricht, begon hij te bidden. En Ibn Abbas ging met hem samen bidden. En hij ging aan de linkerkant staan. En Rasool sallam pakte hem. En hij van achteren, dus niet voorkant, nee, hij pakte hem en hij liet hem van achterkant aan zijn rechterzijde gaan staan. En dus daar en moet je staan. Een imam staat altijd, diegene die met de imam samen bidden op dezelfde rij, die staan altijd aan de rechterkant van hem. Dat is mas'ala fiqhiyya. Daarna... deze man, Afif al-Kindi, die later moslim zou worden, radiyallahu anhu, vroeg aan al-Abbas, hij zei, ja Abbas, ma hada? Hij zei, wat is dat? Al-Abbas, die toen nog geen moslim was, maar later wel, radiyallahu anhu, zei, dat is Mohammed, de zoon van mijn broer Abdullah, de zoon van Abdul Muttalib. Deze man zei, Hafif al-Kindi zei tegen Abbas, en wie is deze vrouw? Hij zei, dat is zijn vrouw, Khadija, de dochter van Khuwailid, radiyallahu anha. Hij zei, en wie is deze jongen? Abbas zei, dat is Ali, de zoon van Abi Talib, een neef van hem. De zoon van Abu Talib. En Abu Talib is een oom van Rasool sallallahu alaihi wasallam. Toen zei deze man, wat doen zij? Wat zijn ze aan het doen? Al-Abbas zei, hij is aan het bidden. En hij beweert dat hij profeet is. Hij beweert. Al-Abbas was nog geen moslim. Er is een verschil, kijk. Kaal, wa huwa yaz'umu. Wa huwa yaz'umu. Is iets anders dan yaqul. Hebben jullie? Za'ama. Kaal ta'ala. Za'ama alladhina kafaru an la yub'athu. Za'ama alladhina kafaru an la yub'athu. Dus degene die ongelovig zijn, die beweren. La, mushyadan, la. Za'ama. Wanneer gebruiken we in het Arabisch za'ama? Als iemand iets zegt wat niet juist is. Dat tegenovergestelde juist is. Za'ama alladhina kafaru an la yub'athu. Alladhina kafaru. Ze zeggen dat ze niet opgewekt zullen worden. Wat ze zeggen, dat klopt niet. Want de werkelijkheid is zoals Allah ta'ala zei, قُلْ بَلَا وَرَبِّي لَتُبْعَثُنْ قُلْ بَلَا وَرَبِّي لَتُبْعَثُنْ. Zeg, bella, ik zweer bij Allah, bij mijn Heer, jullie zullen zeker opgewekt worden. ثُمَّ لَتُنَبَّأُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ Allah يَسِيرْ. En daarna zullen jullie medegedeeld wat jullie gedaan hebben. En dat is makkelijk voor Allah ta'ala. Zet niets voor. Zij iets wil, dan zegt hij dat gewoon wees. En het is er. Wees er tegen. En het is er. Dus hier staat, zegt Al-Abbas, wa huwa yaz'umu. Dat wil zeggen, want hij geloofde, Al-Abbas was nog geen moslim. En daarom gebruikt hij hier het woord za'ama, het werkwoord za'ama. Want als hij moslim zou zijn, dan zou hij gezegd hebben, en hij, yaqul annahu nabi, of hij is rasool. وهو رسول الله ما هي سيقت هيدا لك وهو يزعم أنه نبي هاي بيبير تطعي بروفيت إز بات دوس فلخص هم إن دي تايت نيت تخفالي ولم هاي سيقت أن نيماند هيفت هم خفولخ دارين بحالفة زين
een vrouw en zijn neef Ali radiyallahu ta'ala. En hij zei ook nog: wa huwa yaz'umu annahu satuftahu 'alayhi kunuz Kisra wa Qaisar. Want hij zegt van, en hij beweert ook nog dat dat hij de schatten van Kisra, hè, en dat is Khosroes, dat was de grootte van wat nu Iran heette, in die tijd Perzië, maar was groter, hè, groter dan nu Iran. Het was echt een groot gebied, het was een heel groot rijk. En Qaisar, dat was natuurlijk de keizer dus. Hij beweert, ja, dat is heel natuurlijk, is het werkelijk wonderbaarlijk, dat de Rasool, hij begon in Mekka met da'wa. En hij werd niet geloofd door de meesten. Hij werd tegengewerkt. Hij werd, zijn volgelingen werden gemarteld. Hij werd gemaakt voor alles en nog wat. Voor een tovenaar, een kahin, een waarzegger, een leugenaar, een dichter, voor alles en nog wat. En hij werd verdreven enzovoort. En toch, ondanks deze zaak allemaal, zei hij: en de islam zal Perzië, dus de moslims, zullen Perzië openen. En ook, hè, destijds Romeinse Rijk. En dat doet ons denken aan de gelovigen. Die geloofden dat. Want uiteraard, zij wisten dat een rasool, sallallahu alaihi wasallam, dat hij niet uit zichzelf sprak. Het is gewoon een openbaring. En ze hadden gewoon zekerheid. Maar ja, hier was nog geen sprake van munafiqin. Maar in Medina was wel munafiqun. En zoals wij zullen zien later, in van die veldslagen, de greppel, Gendak. Ja, de moslims werden omsingeld aan alle kanten. En Rasool sallam zei tegen hen: de moslims zullen Perzië en Romeinse Rijk openen. En die munafiqun, wat zeiden ze? Onderling natuurlijk. Wat zegt nou deze man? Wij zijn bang om zelfs naar buiten te gaan, om ons behoefte te doen. En hij vertelt ons dat de islam tot Perzië en tot Romeinse Rijk zal reiken. Met de gelovigen, wat zeiden ze? Hij heeft de waarheid gesproken. En hier zie je dat al in het begin, zegt de Rasool, de moslims zullen Perzische Rijk openen voor de islam. En ook Romeinse Rijk. En dat is ook zo gebeurd. Dat is ook zo gebeurd. Dus wat staat hier? Dat noemen we alam min alam in nubuwa. Dat is een teken dat de Rasool sallallahu alaihi wasallam echt een ware boodschapper is. Die niet uit zichzelf spreekt. Maar die gewoon zegt wat Allah ta'ala hem openbaart. Want geen enkeling zou het in zijn hoofd halen. In die tijd. In Mekka. Jullie weten natuurlijk wel hoe het Arabische Rijk was. In die tijd. Er was geen Arabische Rijk. Er waren stammen. En die leefden in de woestijn. En ze bevochten elkaar. Stammen gewoon oorlogen waren. Meer niet. Er was geen eenheid. Geen rijk. Geen koning. Nee. En het was zo dat de grote rijk in deze tijd, de Romeinen en de Perzen, ja, die gaven geen aandacht en die Arabieren, want er was toch niks te halen. Er was toch niks te halen. Dus ze lieten hen gewoon. En dan moet je je voorstellen dat iemand dan zegt, in die situatie, hè, je moet je dan voorstellen dat iemand zegt, hè, nu, stel voor, ja, Mauritanië, en dat iemand tegen jou zegt, weet je wat, over 30 jaar zijn de Verenigde Staten overwonnen door Mauritanië. En ook China en India en Rusland.
Wat ga je dan zeggen? Zoek een psychiater, een goede ook. Ja, subhanallah. Maar Rasool sallam zegt, zei dat met zekerheid. En het is ook zo gebeurd. Ja, dus er is geen twijfel mogelijk in wat hij verteld heeft. En een andere zaak is, wat belangrijk is, wat hij hier zegt, dat zal een paar keer gebeuren. Dat is ook zoals Isa a.s., zoals de Bijbel hem beschreven heeft. Zoals Isa a.s. over deze boodschapper die na hem zou komen, gesproken heeft. Want hij zei, ook letterlijk, hij zegt niets uit zichzelf. Hij zegt alles, maar hij zegt niets uit zichzelf. Hij zegt alleen van woorden die Allah ta'ala in zijn mond legt. Maghrib? Is goed in zo'n. Nee, sallallahu alaihi wasallam. Dus hij spreekt niet uit zichzelf. Hij zegt alleen maar wat Allah ta'ala hem openbaart. Of mensen het nu leuk vinden of niet. Of mensen ja, het verbazingwekkend zouden gaan vinden of niet. Of mensen of zichzelf gaan ja, het verklaren voor een leugenaar, wat dan ook. Of, hij zegt het gewoon. Hij zegt het gewoon, want dat is een opdracht. وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغِ الْمُبِينِ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ. Het is niet een ja, zegt Allah Ta'ala tegen hem. Niet een ja, om ze te leiden. Allah Ta'ala leidt wie hij wil. Maar jouw opdracht is om de openbaring, de boodschap over te dragen. En dat heeft hij ook gedaan. En Afif radiallahu anhu, en hij is de neef van al-Ash'ath ibn Qais. Hij zegt, daarna is hij moslim geworden, dus Afif. Hij zegt zelf, لو كان الله رزق الإسلام يوم hij wenst, was ik maar toen al moslim geworden, dan had ik samen met, dan was ik een tweede man die met hem, met Allah sallallahu alaihi wasallam het gebed heeft verricht. Ja, het is al-Maghrib, we gaan nu eerst al-Maghrib bidden. En daarna gaan we verder. Als Sheikh Abdullah Hadani komt nogmaals, dan gaan we met hem verder. En anders gaan we gewoon samen verder. Subhanak Allahumma hamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Bi yadillahi fala mudilla lah. Wa man yudlil fala hadiya lah. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ده بيوغرافي فن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. We waren bezig met de eerste mensen die moslim zijn geworden. We hebben gezien dat het Khadija radiallahu ta'ala anha van de vrouwen was en van de mannen dat Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu was en van de jongeren Ali radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah. Een aantal ahadiths hebben we al gehad en we gaan verder met hadith Salman radiyallahu
عنه سلمان قال أول هذه الأمة ورودا على نبيها صلى الله عليه وسلم أولها إسلاما علي بن أبي طالب عليكم السلام ورحمة الله وبركاته سلمان رضي الله تعالى عنه سخت إرست مسلم van deze umma, de eerste die moslim is geworden van deze umma, dat is Ali ibn Abi Talib. En de volgende hadith, dat is van hadith Zayd ibn Arqam, radiyallahu anhuma, قال أول من صلى وفي لفظ أول من أسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم Ali. Dus de eerste die het gebed heeft verricht met een rasool, sallallahu alaihi wasallam. En in een andere versie, de eerste die moslim is geworden met een rasool, sallallahu alaihi wasallam. Dat is Ali, radiyallahu ta'ala anhu. En de volgende hadith, dat is van Abi Darda, radiyallahu ta'ala anhu. Fi qissatin, qissatin ma hasala bayna Abi Bakr wa Umar min al-khusumah. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت وقال أبو بكر صدق وواساني بنفسه وماله فهل أنتم تاركوا لي صاحبي إذا حديث إذن أتسبرك من الرسول صلى الله عليه وسلم نضت أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أن geschil had met Omar radiyallahu ta'ala anhuma. En om het verhaal kort te maken, ze kwamen bij een rasool sallallahu alayhi wa sallam. En het is ook overgeleverd dat Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu aan de sahabat ajma'in zou zeggen: ja Rasulullah, ik heb hem onrecht aangedaan. Toch hier, toen ze daaraan kwamen, Abu Bakr kwam als eerst en daarna Umar radiyallahu ta'ala anhum. Toen heeft de Rasool sallallahu alayhi wa sallam gezegd: waarlijk, Allah ta'ala heeft mij naar jullie gezonden. En jullie zeiden: je ligt. En Abu Bakr zei: hij heeft de waarheid gesproken. En hij heeft mij ondersteund met zijn nefs, wat betekent zijn wezen en zijn geld, zijn bezit, zijn maal. Fahal antum tariku li sahibi. Dus Rasulullah sallam zei tegen hem: laat mijn sahib Abu Bakr, laat hem met rust. Dat geeft natuurlijk aan al-fadl, de waarde van Abu Bakr al-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Het geeft ook aan dat hij, yani Abu Bakr Siddiq, een van de eerste mensen die moslim zijn geworden. En hij was ook een vriend van al-Rasool sallallahu alayhi wa sallam, in de Jahiliya tijd nog. De volgende hadith, dat is van Ammar, hadith Ammar radiyallahu anhu. Qaal, ra'aytu Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, وما معه إلا خمس أعبد ومرأتان وأبو بكر يعني عمر عمار رضي الله تعالى عنه سخت إكهب الرسول صلى الله عليه وسلم خزين أن متهم وارم فايف صلافة أن توي فراوة أن أبو بكر. En in deze hadith geeft aan of duidt erop dat Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu de eerste van de vrije mensen die moslim is geworden. Ja, want je had natuurlijk daar slaven en je had vrije mensen. En Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu is
een, dus de eerste van de vrije mensen die moslim is geworden. De eerste man, uiteraard. Want we hebben gezien dat de eerste vrouw Khadija was. En de eerste jongen Ali. En dat Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu de eerste man moslim is geworden, dat is ook de mening van Ibn Abbas, Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma, en ook Ibrahim al-Nakha'i. Ibrahim al-Nakha'i, dat is een tabi'i, geleerd uit de tabi'i. En Muhammad ibn Ka'b, ook een tabi'i. En Muhammad ibn Sirin is ook een, zijn allemaal tabi'i. En Sa'd ibn Ibrahim. En dat is ook, zeg maar, wat bekend staat bij Ahl Sunnah wal Jama'a. Dat Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu de eerste, als het gaat om de mannen, de eerste is die moslim is geworden. En er is geen tegenstrijdigheid tussen deze mening, dus dat Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu de eerste man moslim is geworden en Ali. Want, zoals ik heb gezegd, al-Jama', ja, dus we kunnen hier, zoals geleerden hebben hier deze ahadiths samen hebben gevoegd en tot de conclusie zijn gekomen dat Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu de eerste die moslim is geworden van deze umma, als het gaat om de mannen, en Ali de eerste die moslim is geworden van deze umma als het gaat om jongeren. En als het gaat om vrouwen, dan is het Khadija radiyallahu ta'ala anha. Dat is dus zeg maar een consensus. Daar is iedereen het over eens. Dat Khadija radiyallahu ta'ala anha de eerste vrouw die moslima is geworden van deze umma. En ook de slaven. Nou, dat zijn Zayd ibn Haritha. Dat is ook de eerste die moslim is geworden. Als het gaat om slaven. Zayd ibn Haritha. Zayd ibn Haritha was een adoptiekind van al-Rasool sallallahu alayhi wa sallam. En hij was ook, als het ware, zijn slaaf die hij later vrijheid heeft gegeven. En de andere slaven die genoemd zijn, dat zijn Bilal ibn Rabah. Bekend, Bilal. Een berg. Radiyallahu ta'ala, onverzettelijk. Zijn verhaal is bekend. Toen hij moslim werd, werd hij gemarteld. Onder druk gezet om de islam te verlaten. En hij werd gebracht. In Mekka, dat is woestijn gewoon. Hè. Hij werd gebracht en, als het heel erg warm was. En dan werd er een zware steen op hem gelegd. En het enige wat hij zei, gewoon Ahad. Ahad, wat betekent God is één. En hij zei, als ik een ander woord wist, dat hen nog meer woede, precies woede maakt, dan dat woord had ik tot gezegd. Radiyallahu ta'ala anhu arwa. En Zayd ibn Haritha heb ik al genoemd. En Amir ibn Fahira. Dat was een slaaf van Abu Bakr Siddiq. Die hij vrijheid heeft gegeven. Trouwens, Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. In het begin van de islam, hij kocht veel slaven. En hij gaf hen vrijheid. En om ze dan te redden van martelingen, onderdrukking en dergelijke. Dus Amir ibn Fahira, hij werd ook moslim samen met Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu arda. Wa Abu Fakiha, en dat was een slaaf van Safwan ibn Umayyah. En Shakran ook, dat was ook een slaaf van al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. En de twee vrouwen die genoemd zijn in hadith Ammar, dat zijn Khadija. Dat is Khadija radiyallahu ta'ala anha, daar is iedereen over eens. En over de andere vrouw bestaat er verschillende mening. Sommigen hebben gezegd het is Ayman. En anderen hebben gezegd het is Sumayya. En Sumayya, dat is de moeder van Ammar. Radiyallahu ta'ala. En aan de sahaba de ajma'in. En ook de eerste martelaar in de islam.
zij zou gedood worden door Abu Jahl, een van de ergste vijanden van Allah Ta'ala, en ook een van de mensen die altijd in de hel zullen blijven, en waarvan wij dus uit de openbaring weten dat hij altijd in de hel zal blijven. Want we mogen nooit, zoals jullie weten, Aqidat al-Sunnah al-Jama'ah, wij getuigen voor niemand dat die behoort tot de leden van het paradijs, behalve voor degene, degene voor wie de openbaring heeft getuigd. En we getuigen ook dat niemand behoort tot de leden van de hel, behalve voor degene waarvan wij de openbaring hebben, dat hij altijd, of naar de hel gaat, dan altijd dat zal blijven. Maar algemeen geldt, alle gelovigen gaan naar het paradijs. En geen enkel gelovige blijft ooit voor altijd in de hel. En alle ongelovigen gaan naar de hel. En geen enkel ongelovige zal ooit uit de hel komen. En degene met de laagste straf dat is, van de ongelovigen, dat is Abu Talib. Abu Talib. En ook tot de eerste die geloofde in Rasool sallallahu alayhi wa alihi wa sallam behoort al-Sahabi al-Jalil radiyallahu ta'ala anhu, Amr ibn Abasa radiyallahu anhu. Hadith die overgeleverd is door imam Muslim en ook imam Ahmed, zegt Amr ibn Abasa radiyallahu anhu: ik zei, ja Rasulallah, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, men ma'aka ala hadha al-amr? Ja, men ma'aka ala hadha al-amr, wat betekent, ja, wie volgt u in deze zaak? Ja, dus wie is moslim geworden met u? Rasul sallallahu alayhi wa sallam antwoordde tegen Amr ibn Abasa: hurrun wa abd. Hurrun wa abd. Dus een vrije man en een slaaf. En Amr ibn Abbas zei, radiyallahu anhu, zei, en met hem waren toen Abu Bakr al-Siddiq en Bilal, radiyallahu ta'ala anhuma, aan de sahaba die ajma'in. Wat dus duidelijk maakt dat Amr ibn Abbas, radiyallahu anhu, ook een van de eerste moslims van deze umma waren. En daarna zei hij, yani al-Rasool al-Sallam zei tegen Amr ibn Abasa, hij zei, ga terug naar je stam, je volk, en wacht tot Allah Ta'ala, tot Allah Ta'ala deze dien zal laten overwinnen, en daarna kom. Zei hij tegen Amr ibn Abasa, radiyallahu ta'ala anhu warda. Alaykum salam. Rahmatullahi wa barakatuh. En Amr ibn Abasa zei ook, radiyallahu anhu, laqad, hij zei, ik was een vierde van de islam. Of ik was de vierde in de islam. Ja, en dan heeft hij het natuurlijk over Rasool sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr, Bilal en hij wist blijkbaar niet van de islam van Khadija radiyallahu ta'ala anha en Ali. En eventueel ook andere slaven die genoemd zijn. Maar hoe dan ook, Amr ibn Abasa radiyallahu ta'ala anhu behoort tot een van de eerste moslims van deze umma. En waarom zeg ik van deze umma? Inderdaad, want daarvoor waren andere gemeenschappen, andere umams. En dat waren ook allemaal moslims. Uiteraard de profeten en hun volgelingen. Het volgende onderwerp, dat is al-jahru bid-da'wah. Wat betekent? Hardop uitnodigen tot Allah Ta'ala.
حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صعد الصفا فهتف يا صباحاه فقالوا من هذا فاجتمعوا إليه فقال أرأيتم إن أخبرتكم أن خيلا تخرج من سفح هذا الجبل أكنتم مصدقي؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب عذاب شديد. قال أبو لهب تبا لك ما جمعتنا إلا لهذا. ثم قال فنزلت تبت يدا أبي لهب وتب. ديزي حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما سيخت هير تون اتفولخن فرس وأنذر عشيرتك الأقربين بارد خي أوبن بارد وأنذر عشيرتك الأقربين بتيكنت أن بارشخي يو ناست فاميلي ليدا دوس زين ناست. Rasool sallallahu alaihi wasallam ging toen naar buiten en hij steeg op As-Safa. As-Safa dat is, we hebben As-Safa en Marwa. As-Safa, daar beginnen we als we Umra doen en als we Hajj verrichten en we willen deze handeling van Umra of Hajj gaan verrichten, daar beginnen we. Het bergje, een klein bergje, heet As-Safa. De andere kant heet, de andere berg heet El Marwa. En als we dan willen stijgen, dan reciteren we, zeggen we, Abda'u mi bada'u Allahu bih, en dan, Inna Safa wa Al Marwa ta min sha'a'irillah al-aya, en daarna stijg je op, en dan ga je richting Kaaba staan, en vervolgens begin je met, hoe heet deze handeling? As-Sa'i. Bijna As-Safa wa Al Marwa. Dat heet As-Sa'i. 7. Keer 7. Ja, dus van Safa naar Marwa is 1. Dan terug 2. Weer 3. 4. 5. 6. 7. En we eindigen bij El Marwa. Ja, dus sommige mensen die doen 14 keer. Nee. Heen is 1. Terug is 2. Enzovoort. En hij steeg. Dus Rasulullah ging op Safa. En hij riep op. Ya sabbaha. Ya sabbaha. Dat is een waarschuwing. Dat is een waarschuwing. Dat is eigenlijk een soort om hulp vragen gebruiken ze. Dat woord zeiden ze als ze om hulp vroegen. Als ze wilden waarschuwen van hey, de vijand is er. De vijand is er. Ja, dus maak je klaar. En toen zeiden ze, wie is, wie is dat? En ze kwamen, allemaal natuurlijk. Want hij ging op de Marwa. En ze hadden daar hun een parlement. Zoals jullie weten, een parlement was. Als je nou Kaaba ziet. Die Kaaba. En je ziet de, hoe noemen ze dat, die regenpijp. Ja, bij Hijr Ismail. Zo, hè? Zie je op de regenpijp. Bij Hijr Ismail. Nou, daar hadden ze hun parlement. Dat noemden ze een Nedwa. Dat was het parlement van Quraysh. Daar hadden ze. Dus ze hoorden hem. En ze gingen allemaal naar hem. Ze zeiden eerst van wie is dat? Nou, en ze kwamen bij één. En toen zei hij. Als ik jullie vertel. Dat een leger, hè? In die tijd, uiteraard, een geil, hè? Dat zijn ridders. Geil, dat zijn paarden. Hè? Dus als ik jullie vertel dat een leger vanuit de helling van deze berg daar aankomt om ons aan te vallen, geloven jullie mij dan? En toen zeiden ze, ja, je hebt nooit gelogen. Dus waarom zouden u niet geloven?
En toen zei hij, waarlijk, ik waarschuw jullie voor een zwaar straf die wij tegemoet gaan. En dat is natuurlijk de dag des oordeels. En toen zei Abu Lahab, heeft u ons hiervoor bijeen laten komen? Tabban laka. Tabban laka, zei hij. En dat betekent dus een dua. He, dus hij vervloekt hem. En hij zegt van, zoiets als van, mogen Allah Ta'ala u vernietigen. En daarna daalde de sura, het vers neer, tabbat yada abi lahabin, watab. Wat betekent, Abu Lahab is degene die vernietigd is. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Uit deze hadith hebben we een aantal zeer belangrijk ook منهج zaken. Eerst dat wij altijd met da'wa moeten beginnen bij een naaste. Dus je moet niet je familie, je familie die zijn onwetend, zijn afgodendienaars of zijn ongelovigen, en vervolgens je laat ze aan de kant en dan ga je dawa doen. Ja, waar? Nou, in Pakistan of in India of weet ik veel. En dan zeg je van ja, ik ben bezig met dawa. Een goroos is, hoe noemen ze dat? Wie weet wat van jullie? Jama'at tabligh? Een goroos fi sabilillah noemen ze dat. Ja, dat is natuurlijk de andere wereld. Je moet altijd beginnen bij jezelf. Dan bij je familie, je naaste. En dan enzovoort. Ten tweede, wat we ook hier zien, als je met da'wa bezig bent, ja, dan moet je ook in ieder geval in acht nemen, dat zelfs ja, je naaste je als een vijand gaan zien. En ook gaan bestrijden. Waarom? Want je gaat ze natuurlijk uitnodigen tot iets waarvan ze niet houden. Je gaat ze uitnodigen om afstand te nemen van iets waaraan ze gewend zijn. Wat ze altijd hebben gedaan. Waarvan ze altijd hebben gedacht dat het de waarheid is. En dan is het heel moeilijk om daarvan afstand te doen. Dus je moet verwachten, je moet niet verwachten van je gaat da'wa doen en je wordt met open armen ontvangen. Dat niet. Zeker als je echt zuivere da'wa gaat doen. Ja, dus gewoon correct, met ilm, met kennis. Je nodigt mensen uit tot Allah Ta'ala, tot tawhid, ja, tot goede karaktereigenschappen. Tot een afblijven van elkaars bezit, tot enzovoort. Ja, dan moet je niet verwachten dat je met open armen wordt ontvangen. Ze zullen, en vooral, al-mala, vooral de vooraanstaande, de rijken, ja, dan zul je heel veel tegenstand van ondervinden. Dat is altijd zo geweest. Dat is ook, als je het sira leven, levensverloop, de biografie van profeten, studeert, dan weet je, zo gaat het altijd. Hè? De profeet begint met da'wa. Nou, de vooraanstaande, die bieden altijd weerstand. En ook, nogmaals, het kan misschien je kind zijn, of je vader.
ja, die gewoon dreigt wanneer je juist weg gaat volgen, wanneer je kennis hebt, wanneer je dawa doet, wanneer je gaat afkeuren datgene wat ze doen, datgene wat ze gewend zijn. Ja, dan gaan ze eerst natuurlijk niet meteen je vervloeken of dreigen. Nee, eerst gaan ze proberen om je, nou ja, over te halen, om afstand te doen van deze dawa. En ze gaan ook proberen om zogenaamde genezers voor je te vinden. Want waarschijnlijk word je ook verklaard tot iemand die een beetje gek is. Hè? Nou, die mensen met de baard, die hebben je gehersenspoeld. Hij is een beetje gek aan het worden. Dus ze gaan eerst proberen om je allemaal uiteraard over te halen. Maar als het allemaal niet lukt, als je vast blijft houden, dan moet je gewoon... Je moet gewoon in acht nemen dat je waarschijnlijk verdreven zult worden. Nou, dat heeft de vader van Ibrahim gedaan met Ibrahim. Nou, en zoals Nabi Al-Sallam heeft gezegd, ook in Waraqat ibn Nawfal, zoals jullie weten. Hij zei toen tegen Rasul Al-Sallam, niemand is met datgene gekomen waarmee u bent gekomen. Of hij werd bestreden door zijn volk en verbannen. En we zien hier dus Abu Lahab, wat je hier ziet, Abu Lahab, die zegt, geeft Rasul Al-Sallam totaal geen kans. Hij vraagt niet van, wat is dat? Op wiens gezag zeg je dat? Nee, meteen komt de inspiratie van de duivel in hem, zodat de weg voor hem meteen gesloten is. En dan zegt hij van, heb je ons hiervoor verzameld? Mogen Allah ta'ala je vernietigen. En weg was hij. Nou, en dat was in het begin van de islam. In het begin van de islam. Wat we hier ook uithalen, dat Al-Quran het woord van Allah ta'ala is. En dat Ar-Rasool sallallahu alayhi wa sallam echt boodschapper is. Want hier velt Allah ta'ala een oordeel over Abi Lahab en zijn vrouw. Was in het begin van de islam. Maar Allah ta'ala deelt mede dat Abu Lahab en zijn vrouw, dat ze zullen behoren tot de verliezers. En dat ze altijd in de hel zullen blijven. Dat betekent dat ze dus geen moslims worden. En uiteraard, de duivel die zou natuurlijk wel geïnspireerd hebben aan deze mensen van, ja, Mohammed, want ze zeggen, dat zijn woorden van Mohammed. Mohammed zegt nu, je wordt geen moslim, je sterft als een kafir, en je gaat voor altijd de hel in. Doe alsof je moslim bent, dus nifaqan, ja, wat sommigen ook gedaan hebben, dus gewoon uit huichelarij, word moslim, om hem te verloochenen. Hebben sommigen het gedaan? Ja, vele. Hè, er waren 300 mannen, hè, heugelaars en 70 vrouwen. Maar zij bleven wel in ieder geval uiterlijk moslim. Zij bleven moslim. Maar hebben anderen het wel gedaan om eerst moslim te worden en vervolgens daar afstand te nemen om aan andere, zeg maar, duidelijk te maken van, ja, we hebben het gezien, dat is niet zo, dus ja, dat hebben ze ook gedaan. Onder andere een christen die zelfs schrijver was van de openbaring. Hij is toen moslim geworden, maar blijkbaar niet vanuit zijn hart, gewoon om, en daarna is hij afstand gedaan van de islam, om gewoon een andere, en de christen vooral, maar ook anderen, van, ja, kijk, hè, ik ben toch een, ik ben moslim geworden, maar ja, dat is het niet. En weten jullie wat met deze man is gebeurd? Subhanallah. Toen deze man dood werd, ze hadden hem begraven. De volgende dag kwamen ze
zijn lijk was boven de grond. De grond weigerde hem. Ze hadden hem weer begraven. En de volgende dag kwamen ze weer en zijn lijk lag weer boven de grond. En dat hadden ze tot 3 dagen toe gedaan. En daarna zeiden ze: laat hem. Dus dat haal je ook hier uit deze hadith. Waarin duidelijk wordt, Allah ta'ala deelt ons mede, Abu Lahab en ook zijn vrouw, ondanks zijn rijkdommen, ze zullen hem niet baten, zijn rijkdommen, geld, wat dan ook, bezit, zal hem niet baten. Hij zal sterven als een kafir. En hij zal voor altijd in de hel blijven. Sallallahu salam wa alaafia. De volgende hadith, of uit deze hadith halen we ook, ja, hoe gevaarlijk hoogmoed is. Want Rasool, sallallahu alaihi wasallam, hij, als het ware, hij test ze hen eerst. Hij zegt tegen hen: als ik zeg dat een leger vanuit deze berg helling aankomt om ons aan te vallen, geloof jullie mij? Geloof jullie mij dan? En ze zeggen, zijn antwoord was: ja, je hebt nooit gelogen. Dus waarom zouden wij u niet geloven? Maar toen hij op een gegeven moment da'wa deed en hem waarschuwde, toen kreeg je deze reactie. Van, natuurlijk, dat is een reactie van hoogmoed. Een reactie van wel de waarheid kennen, maar toch verwerpen. Wel een reactie van, ook al is het de waarheid, maar als het, omdat het van jou komt, dan verwerpen we het, dan accepteren we het niet. Dat zullen we later ook gaan zeggen. Van ja, oké, waarom heeft Allah ta'ala niet een man, een vooraanstaande man van Quraysh of van Taif gekozen voor zijn boodschap? Waarom heeft hij Mohammed sallallahu alaihi wasallam gekozen voor zijn boodschap? Ja, uiteraard. Deze mensen zeggen het allemaal vanwege hoogmoed. Want ze weten, Rasool sallallahu alaihi wasallam, dat is een betrouwbare iemand die te vertrouwen is. Een moedige man. En iemand die werkelijk uitverkoren is om datgene te dragen wat de bergen, de hemelen, aarde, de bergen niet kon dragen. Sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Dus hoogmoed is zeer gevaarlijk. Pas op voor hoogmoed. En pas op dat je de waarheid verwerpt, omdat het van die of die persoon komt. Want de waarheid is ons zoek. Dat is wat we zoeken. De waarheid. En als van wie de waarheid die ook komt. Als de waarheid is, dan moeten we het accepteren. Moeten we het aanvaarden. En we zullen inshallah ta'ala ook zien. Dat een aantal overleveringen die daarop duiden, zoals bijvoorbeeld de duivel, zoals jullie weten, Abu Huraira radiallahu ta'ala aan, hij had de opdracht om te waken over Beit al-Mal. Weet jullie wat Beit al-Mal is? Ja, schatkist noemen ze dat tegenwoordig, hè? Dat is daar waar de Beit al-Muslimin, waar ook zakat van wordt gegeven aan armen enzovoort, hè? Nou, en toen kwam iemand en om te stelen gewoon. En Abu Huraira hield hem vast. En hij zei van, ja, ik ben een arme man. Mijn kinderen en mijn vrouw hebben niets te eten, alsjeblieft. En hij liet hem gaan. En de volgende dag kwam Abu Huraira en vertelde niets tegen Rasool, sallallahu alayhi wa sallam. Toen zei Rasool
sallallahu alaihi wasallam, ja Abu Huraira, wat heeft jouw vriend gisteravond gedaan? En toen zei hij, ja Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam, ja, hij kwam om te stelen, ik had hem vast, maar hij zei, en hij vertelde wat hij gedaan heeft. En toen zei Rasul, sallallahu alaihi wasallam, hij heeft tegen jou gelogen en hij komt terug. Nou, en dezelfde nacht kwam hij weer terug. En weer hetzelfde. En hij liet weer gaan. En toen zei Rasul sallam, de volgende dag tegen Abu Huraira, ja Abu Huraira, ja Abu Hir noemde hij hem ook, wat heeft jouw vriend gisteravond gedaan? En hij vertelde weer wat er gebeurd was. En toen zei Rasul sallallahu alaihi wasallam, hij heeft gelogen en hij komt weer terug. En de derde nacht, Abu Huraira hield hem vast. Hij kwam weer om te stelen weer. En Abu Huraira hield hem vast, radiyallahu ta'ala aan. Hij zei, nu laat ik jou niet meer los. Ik breng je naar Ar-Rasool, sallallahu alaihi wasallam. En toen zei hij, als je mij loslaat, dan leer ik u iets. Hè? Wanneer je dat doet, dan zal geen enkel duivel bij je komen. En hij zei, wat is dat? Hij zei, voordat je gaat slapen, ayat al-Kursi reciteren. En de volgende dag kwam Abu Huraira weer en Rasul sallam vroeg aan hem, wat heeft jouw vriend gedaan? En toen zei hij, dat en dat. En toen zei Rasul sallam, sadaqaka wa huwa kadu. Sadaqaka wa huwa kadu. Hij heeft hier de waarheid gesproken, maar hij is een leugenaar. Nou, deze waarheid, van wie komt deze waarheid? Van Iblis zelf, de duivel. En de duivel is de ergste vijand van ons. Maar omdat het de waarheid is, heeft Rasul sallallahu alaihi wasallam het geaccepteerd. Dat zal ook later met Joden. Ja, toen een Jood naar Rasul sallallahu alaihi wasallam kwam, en hij zei tegen Sahaba, ni'mal qawm zijn jullie. Ja, prachtige mensen zijn jullie, maar jullie plegen afgoderij. Want jullie zeggen, masha'a Allahu wa sha'a Mohammed. Ja, dus als Allah het wil en Mohammed. Rasul sallallahu alaihi wasallam, het heeft natuurlijk niet gezegd van, nou ja, het komt van een Jood, dus dat ga ik niet accepteren. Het is de waarheid. Hij accepteerde deze waarheid en hij leerde zijn volgelingen om te zeggen, Masha'allahu wahda. Masha'allahu wahda. Hij dus zag nooit van Masha'allah wa shi'ta. Als Allah het wil en als u het wil. Nee. Als het toch moet, dan zeg gewoon Masha'allahu thumma. Thumma shi'ta. Dus als Allah het wil en daarna als u het wilt. Dat mag wel. Maar niet met wauw al-atf en. Als Allah het wil en als u het wil. Want dan heb je afgoderij gepleegd. En dat is natuurlijk, dat is shirk lafdi. Maar het is nog altijd groter dan welk andere zonde dan ook. Wat niet tot een shirk behoort. Ja. Ook ja. Het is altijd toen, hè? Nee. De volgende hadith. Het is hadith Aisha radiallahu anha. Qalat. Lama nazalat. Wa anzir ashiratak al aqrabin. Qama Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Fa qal. Ya Fatima. Bint Muhammad. Ya Safiya bint Abdul Muttalib. Ya Bani Abdul Muttalib. La amliku lakum min Allahi shay'a. Saluni min mali ma shi'tum. En deze hadith is overgeleverd door imam Muslim. Rahimahullahu ta'ala. Aisha radiallahu ta'ala anha zegt hier. Toen de woorden van Allah ta'ala. Wa andir ashiratak al aqrabin. Werd geopenbaard. Wat betekent een waarschuw. Je naaste familieleden.
of je familie. Rasool sallallahu alaihi wasallam stond op en zei tegen zijn dochter Fatima radiallahu ta'ala anha. En Fatima, jullie weten, Fatima, tot welk mensen behoort zij? Als het gaat om het heernaam als? Een van de beste vrouwen. En meesteres van vrouwen in het Jannah, het paradijs. En toch luister goed wat Ar-Rasool sallallahu alaihi wasallam tegen haar zegt. Ja Fatima, zegt o Fatima, de dochter van Mohammed. En ook Safiya, bint Abd al-Muttalib. Ja Safiya, de dochter van Abd al-Muttalib. En, ja, o nakomelingen van Abd al-Muttalib. Abd al-Muttalib, wie is Abd al-Muttalib? Is opa van Ar-Rasool sallallahu alaihi wasallam. Hij zegt, la amliku lakum min Allahi shay'a. Ik zal niets voor jullie betekenen bij Allah ta'ala. Saluni min mali mashiat. Vraag als, van, als maal, bezit, geld, bezit. Als ik het heb, geef ik het aan jullie. Maar bij Allah ta'ala zal ik niets voor jullie betekenen. Ja, en tegenwoordig, ja, is het natuurlijk zo van, uiteraard, je mag bijna alles vragen, behalve geld. Dan heb je een probleem. Dan heb je een probleem. Waarom? Omdat mensen geld tot een doel hebben gemaakt. En ze denken dat ze het ook echt bezitten. Maar eigenlijk, niemand bezit iets in werkelijkheid. Behalve Allah ta'ala. Niemand, djinn of mens, wat dan ook, bezit echt iets. Dus werkelijk, behalve Allah ta'ala. Wat we aan bezit hebben, dat is gewoon in bruikleen. Je bezit het tijdelijk. En het kan zijn dat je het verliest terwijl je nog leeft. Maar hoe dan ook, als je doodgaat, dan is het niet meer van jou. Zoals Allah ta'ala zegt, wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fih. Allah ta'ala yaqul, aminu billahi wa rasulih, wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fih. Wie kan dat vers voor ons vertalen? Aminu billahi wa rasulih. Geloof in Allah en in zijn boodschapper. Wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fih. Nee, geef uit van datgene wat aan jullie in breukleen is gegeven. Wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fih. Dus geef uit van datgene wat aan jullie in breukleen is gegeven. Dus niemand bezit echt iets behalve Allah ta'ala. En dat nabijleven, alles wat we hier hebben op deze aardbol. En het einde, op de dag des oordeels, Allah ta'ala zal het gelijk maken. Gelijk. De bergen. Yas'alunaka 'anil jibal. Qul yansifuha rabbi nasfa. Er blijft geen enkel berg op deze aarde. Geen enkel gebouw. Niets blijft hierover. Het wordt een rond brood. Zo zal de aarde eruit zien. Wa idha al-ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa adinat li rabbiha wa huqqat. Zo, de aarde zal ook zich uitstrijken. Bergen zijn weg. Alles wat erin zit wordt eruit gegooid. Of het nou lijken of grondstoffen, wat dan ook. En de aarde strekt zich uit. Wa idha al-ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat. Dat is op de dag des oordeels, beste mensen. En tegenwoordig hebben ze heel veel dingen, wat allemaal in de Koran staat, hebben ze gewoon wetenschappelijk ontdekt. Ja, laatst zag ik een of ander man, die was aan het praten. Hij noemde dan, ja, datgene waarmee de profeten zijn gekomen
dat noemde hij fabels. Maar hij zei wel, ja, we zijn nu tot, het was een wetenschapper, we zijn nu tot, nou, tot de wetenschap gekomen dat er een einde zal komen aan deze wereld. Dat was dat iets, wat? Ja, hè? Iets, wat ze nou echt weten. Allahu Akbar. Alle profeten, vanaf Adam tot met de laatste profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam, in totaal 124.000, hebben allemaal verkondigd, medegedeeld met openbaring, er zal een einde aan deze wereld komen. En Rasool sallallahu alaihi wasallam, de Koran, beschrijft ook het einde, hoe het zal zijn. En weet je wat ze nu zeggen? Uiteraard, ze hebben niet alles ontdekt wat in de Koran staat. Als je de Koran leest, dan weet je, dan krijg je een totaal beeld. Dan krijg je echt een totaal beeld. Wat gaat er gebeuren met de hemelen? Wat gaat er gebeuren met de hemellichamen, zoals sterren, dat soort dingen. Wat gaat er gebeuren met de zee? Ja, dat de zee op een gegeven moment gaat kolken. En op een gegeven moment gaat die over. Ja, vanuit het kolken van binnen. Hij kolkt nu al. Maar tegen het einde. En wat met de hemel gaat gebeuren. En staat allemaal, je krijgt een totale beeld. En dan komt zo eentje. En dus, ja, we hebben toch iets ontdekt. Ah, oh, prachtig voor jou. Ja, maar het zal je niet helpen. Als je niet de getuigenverklaring aflegt. Dat er geen God is behalve Allah. En dat Mohammed zijn boodschapper is, sallallahu alayhi wa sallam. Was ook zo'n Japanse sterrenkundige. En die man, hij had een grote haat voor alles wat met dien te maken heeft. Met religie te maken heeft. Op een gegeven moment kwam een moslim bij hem. En hij wilde met hem praten. Hij wilde hem natuurlijk uitnodigen. En die man zei van, hij zei, jullie, met andere woorden, religieuze mensen, waar jullie ook komen, er is oorlog. Zegt hij dan. Zo begon hij. Ja, en die man zei van, nou, dat is niet zo natuurlijk, want ja, nou, Hitler was niet een religieuze man, maar hij ontketende wel een oorlog van je welste. En oorlog, nou ja, dat is niet iets van, dat het zoals ze zeggen, ze zou beweren, ja, dat is een uitvloeisel van geloof, van een religie. Nee, oorlog is gewoon, en mensen, hoort bij mensen, die doen dat gewoon, wanneer ze, nou ja, of er is onderdrukking, en ze willen onderdrukking tegengaan, of ze willen anderen onderdrukken. Dan gaat oorlog. En het gaat ook tegenwoordig vaak om belangen en dergelijke. Uiteindelijk heeft die man met hem gesproken. En die man zei van, ja, ik kon niet hierover praten. Ik kon eigenlijk praten over sterrenkunde. En nou, en hij fleurde op natuurlijk. Hè, want dat is zijn gebied. En hij was mooi aan het vertellen wat ze allemaal tot nog toe met moderne apparatuur ontdekt hebben. Prachtig allemaal. Heel echt. En toen zei die man van, ja, maar wat u allemaal heeft verteld, dat weten we al. En meer. Ja, dat, wat u heeft verteld, dat weten we al 14 eeuw geleden. En meer. Toen zei die man, dat kan niet. Dat bestaat niet. En toen zei die man, oké, en als ik het kan bewijzen. En goed, om het verhaal kort te maken, na 2 jaar was hij overtuigd. En toen zei hij, hij ging, ik weet niet of hij moslim is geworden of niet, weet ik niet. Maar in ieder geval, hij ging wel nu de sterren, hè, kunde bestuderen vanuit de visie van de Koran. En hij zei, de Koran heeft mij iets belangrijks geleerd. Tot nog toe, zei hij, bestuderen wij ieder hemellichaam apart. Maar de Koran heeft mij geleerd om het universum als één geheel te zien en te bestuderen. De
De dag des oordeels, zegt de Rasool sallam, tegen Fatima radiallahu ta'ala anha, tegen Safiya en anderen. Ik zal niets voor jullie betekenen. In een andere versie, duidelijker zegt hij, ja Fatima, i'mali wa la tattakili. فإني لا أغني عنك من الله شيئا. Hij zegt tegen ja Fatima, i'mali. Wat betekent i'mali? Wat houdt dat in i'mali? Al-amal, wat houdt dat in? Ja, twee dingen. Twee dingen. Wat zijn die twee dingen? Wat zijn die twee dingen? Wat zijn de twee krachten? Kenniskracht en daadkracht. Het zijn twee dingen. Gaan samen. Kenniskracht en daadkracht. En de moslim, zijn sterkte is afhankelijk van deze twee krachten. En zijn zwakte ook. Hoe sterker deze twee krachten, hoe sterker je bent. Hoe zwakker deze twee krachten, hoe zwakker je bent. I'mali, dat wil zeggen, kennis vergaren en handelen. Daden verrichten. Wala tattakili. Ja, wala tattakili. Je moet niet denken van, ja mijn vader is profeet, hè? En hij zal. Nee, i'mali. Handel. Koop jezelf. Want zo staat het gewoon. He? Wij moeten ons gewoon, als het ware, in het paradijs moeten we kopen van Allah Ta'ala. En dat kopen we door kennis te vergaren en goede daden te verrichten. De volgende hadith, dat is Abi Hurairah, Abu Hurairah radiallahu ta'ala anhu wa ardah. Hij zegt, qama Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam hina أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين قال يا معشر قريش أو كلمة نحوها اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا يا بني عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئا يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنكم من الله شيئا يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنكم من الله شيئا ويا فاطمة بنت محمد سليني ما شئت من مالي لا أغني عنك من الله شيئا. Deze hadith is overgeleverd door Imam al-Bukhari in kitab al-Tafsir, Tafsir Surat al-Shu'ara, want daar is het vers وَأَنْدِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. Het vers staat in Surat al-Shu'ara, prachtige sura, zoals alle andere suras natuurlijk. وَأَنْدِرْ عَشِيرَتِكَ الْأَقْرَبِينَ. Abu Huraira zegt, toen dat vers werd geopenbaard, Rasool, sallallahu alaihi wasallam, hij stond op en hij zei tegen Quraysh, ja, ma'ashara Quraysh, wat betekent o Quraysh? Of iets dergelijks. Hij zei, ishtaru anfusakum, wat betekent, koop jezelf. Dus koop het paradijs. Door te geloven. Door kennis te vergaren en goed te handelen. En hij noemde een aantal mensen die hem dierbaar zijn. En hij zei tegen hen, ik zal voor jullie niets betekenen. Uiteraard als jullie, niet voor jullie, hebben gezorgd door kennis te vergaren en goede daden te verrichten. En hij noemde met naam Fatima bint Mohammed, Fatima de dochter van Mohammed, sallallahu alaihi wasallam. Hij zei, vraag mij om geld. Krijg je. Maar la ugni anki min Allahi shay'a. Ik zal niets voor jou betekenen bij Allah Ta'ala. Dan ga ik één onderwerp nog behandelen. En dan ronden we het af. Bi'idhnillahi Ta'ala. En dat is Rasool sallallahu alayhi wa sallam. Hij begon natuurlijk zijn da'wah. Zoals jullie weten, zijn da'wa begon in de grot Hira. Vervolgens in het geheim. Vervolgens in het geheim. En daarna, nadat hij dat vers geopenbaard heeft gekregen, deed hij da'wa hardop.
Nou, en wat was nou de houding of de standpunten van de mensen in die tijd, vooral Quraysh? En daar gaat het volgende onderwerp over. Hadith Aqil ibn Abi Talib, dat is de broer van Abdullah ibn Abbas. Aqil ibn Abi Talib, dat is de zoon van Abi Talib. Aqil is de zoon van Abi Talib, radiyallahu anhu. Hij zei, Quraysh kwam, ze kwamen naar Abi Talib. Abu Talib, dat is de oom van Rasul, sallallahu alaihi wasallam, die hem ondersteund heeft. Maar als afgodendienaar is gestorven. En ze zeiden tegen hem, Inna ibn Achik, hada, qad adana, fi nadina, wa masjidina, falhau anna. En ze zeiden tegen hem, waarlijk, ja, Abu Talib, jouw neef, dat is een rasool, sallallahu alaihi wasallam, want dat was de zoon van zijn broer. En dus dat zijn neef, hè? Jouw neef, ja, die valt ons lastig in ons parlement. Dat is hun nadi. Dus ontmoetingscentrum. Een nadi is een ontmoetingscentrum. En in ons moskee, zeggen ze. Hij valt ons lastig. Hij beledigt ons. Hij kwetst ons, zeiden ze tegen Abu Talib. Uiteraard, wat zei hij tegen hem? Ja, naas. قولوا لا إله إلا الله تفلحوا يا ناس هذه الأوثان هذه الأصنام التي تعبدونها لا تنفع ولا تضر وهذا شرك بالله فاتركوه. Dat is eigenlijk wat hij zei. O mensen, zeg la ilaha illallah, dan zullen jullie slagen. Er is geen god die het verdient om aanbidden te worden behalve Allah. En deze afgoden die jullie aanbidden, ja, die jullie ook namen hebben gegeven, ze hebben niets geschapen. Ze bezitten niets. Ze hebben niets van het bestuur. Ze verdienen het niet om aanbidden te worden. Dus aanbid Allah Ta'ala alleen. En dat is eigenlijk wat hij tegen hen zei. En dat, dat hebben ze ervaren als kwetsen, als beledigen. Als, ja, dat horen we tegenwoordig natuurlijk ook vaak. Ja, dat horen we tegenwoordig ook vaak. En ze zeiden tegen hem, laat hem stoppen. Hou hem tegen. En hij stuurde Aqil. Hij zei, ga naar Mohammed, sallallahu alaihi wasallam, en breng hem. En Aqil, radiyallahu ta'ala aan, hij ging naar Rasool, sallallahu alaihi wasallam. En hij vond hem in een klein huisje. En hij bracht hem naar Abi Talib. Dat was, zeg maar, rond middagtijd. Als het heel warm is. En toen ze bij hem aankwamen, toen zei Abu Talib, hij zei, jouw neven, want het waren allemaal familie van elkaar natuurlijk. Abu Lahab, de Quraysh, en dat is één stam. Hij zei, jouw neven beweren, ja, dat je hen kwetst in hun ontmoetingscentrum en in hun moskee. En dat je hen lastig valt. Dat je hen beledigt. Hij zei, stop ermee. Hou ermee op. En toen keek Rasool sallallahu alaihi wasallam naar boven. Hij keek naar boven. En toen zei hij, zien jullie de zon? Uiteraard was duidelijk te zien. Ze zei de naam. Ja, dat zien we. Hij zei,
Hij zei, ik ben niet in staat om datgene te laten waarmee ik gezonder ben. Net zoals dat een van jullie niet in staat is om een shu'ala, dat heet een vlam, uit de zon te brengen. En wat halen we hieruit? En toen zei Abu Talib, Wallahi ma kadabnu akhi qad farja'u rashidin. Toen zei Abu Talib, hij is voor bij Allah, Wallah, mijn neef, die heeft nooit gelogen. Met andere woorden, hij spreekt waarheid. Hij zei van, ga heen. Uit deze hadith halen wij duidelijk dat het standpunt van Quraysh tegenover de da'wa van al-Rasool sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. En dat de standpunt gewoon negatief was. En we zullen zien dat ze natuurlijk alles in het werk zouden zetten om deze da'wa tegen te houden. Maar wat je ook hier ziet is de standvastigheid van al-Rasool sallallahu alayhi wa sallam. En de zekerheid dat Allah ta'ala deze dien zal laten overwinnen. Uit deze hadith volgt ook dat al-Rasool sallallahu alayhi wa sallam niets uit zichzelf doet. Dat hij gewoon ja, eigenlijk uit datgene uitvoert wat Allah ta'ala hem opdraagt. Dus al die stappen in da'wa, de methode van da'wa en noem maar op, dat is allemaal volgens de openbaring gegaan. Rasool sallallahu alayhi wa sallam volgde gewoon datgene wat Allah ta'ala hem opdroeg. En ik laat het hierbij. Volgende keer gaan we verder inshallah ta'ala. Als jullie hierover vragen hebben, want het is bijna het maghrib. Als jullie hierover vragen hebben, welkom. En anders dan ronden we het af. Het is duidelijk, alhamdulillah. Allah zij geprezen. Subhanak Allahumma wa hamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.